Zo, een hele goede avond allemaal. Even kijken of alles het doet. Oké, jullie horen mij terug omdat ik nog op de laptop het geluid aan had staan. Die heb ik nu uitstaan. Dus dan horen we elkaar niet dubbel, dat is super fijn. Leuk dat jullie er allemaal zijn, super gezellig. Dankjewel Priscilla. Bedankt voor het wensen van een fijne stream, dat gaat zeker goed komen. Ik ga lekker Mario Odyssey spelen. We zijn geëindigd bij Hoed tegen het Kwaad, het Wolkenrijk. Dus het geluid doet het allemaal goed. Als ik het goed heb getest, dus dat is ook fijn. Ik ga gewoon lekker beginnen. We komen gelijk Bowser hier tegen. Dus we maken het gelijk even spannend. Je hebt gespeeld met je favoriete streamer, Kaylen. Ik ben benieuwd, wie is dat dan? Met wie heb je gespeeld? Ik zag gisteren dat je in de queue stond van Lazy Santa. Want was ik ook aan het kijken. Oké, Bowser. Mario, denk je echt dat ik tijd voor je heb? Ik zit midden in de voorbereidingen van mijn bruiloft. Weet je wel hoe gestrest ik ben? Hoe deel ik de stream via Discord? Hoe bedoel je dat? Dat je de stream in de Discord zet? Je kunt gewoon mijn www.twitch.tv/gnoompje93 doen. Dat is gewoon de link naar mijn Twitch-account. Oké, gelijk even een eindgevecht. Zo. Wat moest ik hier ook alweer doen? Dat is echt te lang geleden. Oké, nice. Oh, cool. B slaan, of ijs slaan, B springen, hoop, heet. Met wie heb ik zaterdag of zondag gespeeld? Oh, je hebt met mij gespeeld. Oh, dankjewel, dat is een groot compliment, Kaylen. Fijn om te horen, dank je. Ah, shit. Ja, ik pas op, ik doe mijn best. Ik moet ook weer even inkomen, hè? Ja. Nice, nou gaan we weer naar hem toe jumpen. Woep. Niet in het vuur. Oh, hij gaat nu ballen tegen me. Oh, die kan kapot slaan, dat scheelt weer. Auw. Zo. Perfect. Oh. Ik mag natuurlijk alleen die raken. Oké, ik heb hem weer. Ja. Auw. Dat deze hier. Timing is alles, hè? Wow. Sinds wanneer heeft Bowser haar? Ik durf het niet te zeggen. Volgens mij al wel een poosje. Alleen eerder leek het op een vlammetje of zag je niet goed bij de pixels? Of hij heeft zijn haren even goed gedaan voor de... Auw. Of hij heeft zijn haren goed gedaan voor de bruiloft. Yes, we hebben hem. Dat begint goed. Oh, zegt Peach. Ik loop achter op de Mario Games. Ik ben een OG Mario Gamer. Ja, me too hoor. Open het vuur! Geef het toch op, Mario. Tuurlijk geef het niet op. Vroeger had hij geen haar. Weet ik niet. Ik ga het nu gelijk zoeken. Ik ga gewoon Bowser googlen en kijken of ik oude plaatjes tegenkom.
Had hij dan niet gewoon een vlammetje of zo? Bowser. Eens even kijken of ik... Op de plaatjes die ik vind heeft hij wel allemaal haar. Alleen het lijkt echt een beetje op vlammen. Ja, hij heeft wel haar. GG, dankjewel Jamie. Oh jee, waar zijn we nu? Oh nee, Odyssey is er slecht aan toe. We hebben manen nodig om hem te repareren. Laten we gauw gaan zoeken. Nou, laten we dat maar gaan doen, hè? Eens even kijken. Oh, niet naar beneden springen. Oké. Ik denk dat we deze kant maar op moeten gaan. Dit is ook een beetje de enige kant die we op kunnen. Oké, dat is gewoon gif. Daar moeten we niet naar beneden vallen. We hebben hier een maan achter slot en grendel. Oh. Ik dacht ik val hier zo naar beneden, maar viel mee. Daar kunnen we ook niet zo 1, 2, 3 bij komen, denk ik. Oh. Amai, dat speelt heel lang. Ja, mijn eerste Mario spelletje was Super Mario Kart op de GameCube. En ik had de Game Boy Advance. Dan niet de SP die je dubbel kon klappen, maar waar je nog met zo'n USB dingetje een lampje erop moest klikken, zeg maar. Zodat je ook in het donker enigszins kon spelen. Wat uiteraard gewoon niet werkte. Oh, oh. Dus dat was mijn eerste echte Mario-spel. Buiten het racen om, zeg maar. Oh, ik heb geen cappy natuurlijk. Hé, wat heb je? Glinstert hier iets, dus er moet hier iets zijn. Ik denk dat we eerst cappy moeten helpen. Oh. Ah, laat me met rust. Oké, that's all. Dan kom je erachter hoe vaak je cappy gebruikt. Oké. Nee, dat ga ik echt niet redden. Ook niet zo met een achterwaarts salto. Nee. Eens even kijken. Mijnen op de gamekasten van Pac-Man en zo, als je die kent. Ja, je bedoelt echt... bedoel je de Game Boy Color of... oh nee, dat kan ik allemaal niet uithalen. Of bedoel je de 8-bit, de eerste Nintendo, de eerste NES? Ik vind het echt heftig. Oh. Oh, wacht. Die moeten we niet hebben. Maar ik denk wel dat we op die of deze. Oh, wacht. Nee, wacht. Deze, want gaat hij anders zo... Kijk. Ik weet het wel. Hey Dutch Stallion, welkom. Leuk dat je er bent. Alles goed? Hey. Nou, we hebben in ieder geval een maandje. Binnen in de stenen kooi. Oké, maar we kunnen deze kant niet langs, toch? Of? Dit lijkt mij geen goed idee. Woep, dat ging ook net goed. Denken. Waar zit hij precies? Misschien is dat ook handig om te weten. Oh. Auw. Oké, ik ben dood. De vorm met de joysticks en 3 knoppen. Ik ken de naam niet meer. Ja, ik weet welke je bedoelt. Je bedoelt, er was 1 joystick in het midden, toch? Dat is de Nintendo 64. Die had wel meer knoppen. Zeker onderweg naar huis nu ik kom van school. Oh, dat is latertje dan, of niet? Zo kom ik dan wel makkelijk hier. Oh, uitkijken voor het gif. Niet nog een keer hetzelfde gebeuren. Ja, bij mij gaat het perfect. Oh, wacht, ik weet het. Ta-ta-ta-ta.
Nee, het gaat hartstikke goed, dus oh, wacht. Ik zie Cathy. Avondschool, ja, ik dacht al zoiets inderdaad. Geef dat beest op een of andere manier een map van onderen. Oh ja, ik weet het. Ik blijf gewoon even staan. Zo wilde ik. Oh, verkeerde. Maar hij zit in Utrecht, moet naar Enschede. Oh, dan heb je nog even te reizen. Ben je met de trein of zo? Zo, we zijn weer Cathy. Poeh, bedankt dat je me gered hebt. Wat? Bam? Ik? Wel nee, joh. Dan laten we dit maar vergeten en gewoon weer op zoek gaan naar manen. Is goed. Ik kan vast die rups worden. Zie? Want dit is best wel creepy, maar wel cool. Woe? Oeh, dat ging net goed. Oh, wacht. Kan ik hem worden? Heeft hij me nu vast? Laat me los. Oh. Auw. Of toch geen auw? Ah, ik heb nog zo'n beest. Bob, pak die laatste. Nee. Auw. Dat was echt heel stom. Met de auto. Nou, kijk je uit. Goed op de weg letten, hè? Oké, we hebben hartje er weer bij. Oh. Nee, ik wilde aan de kant springen. Waarom doe je dat dan niet? Ik sprong. In ieder geval veilige reis, Dutch Stallion. Als ik het goed uitspreek. Auw, dat was echt heel stom. Het gaat wel lekker vandaag, hè? Man. Ik kan deze beter uitgaan. En die worden. Lijkt me veiliger. Fijn om te horen. Oh, nee. Nee. Ik kom weer terug. Ik ga deze even stilstaan. Hé, hey, we hebben hier weer een maantje. Yes. Dan moet ik zeker eerst uit. Yes. Je hebt de maan bovenop de propellerpilaar. We willen hem niet dood hebben. Oké. En dan zijn we hier weer in principe. Kunnen we hier zo heen? En als dit zo loopt, zou je zeggen dat hier iets te halen valt. Alleen muntjes, oké. Dat was niet echt waard, maar oké. We hebben muntjes. Dan moet ik toch weer kijken dat ik... Dat ik met zo'n gastje dat die capje te pakken krijgt en dat die... Auw. Bjorn mag ook als dat makkelijker is. Auw. Nee. Oh, ik ga hartstikke dood. Waarom dat goed gaat, ging, dat moet je niet aan mij vragen. Ik kan hier vast weer een hartje pakken. Ja. Het is wel wat makkelijker. Kijk, we kunnen het wel. Oh, we moeten hem nog een keer doen. Ah, nee, ik zit vast. Ik was te ver doorgelopen. Dat was echt heel stom. Oh. Kijk, er zit gewoon een randje. Oh, maar we hebben weer de verkeerde. Oké, ik heb een hartje nodig. Of een maantje.
Hop, ietsje deze kant op. Yes. Zo. Dus even kijken, wat staat hier beschreven? De muursprong. Spring tegen de muur en druk op B om met de muursprong opnieuw te springen. Druk opnieuw op B wanneer er achter je nog een muur is om tegenop te springen. Op deze manier kun je heel hoog komen. Oh, maar die kenden we al. Die hebben we al vaker uitgevoerd. Oké. Kunnen we hier ook de muursprong toepassen, denk ik? Of is dat te ver uit elkaar? Ja, dat is te ver uit elkaar. Maar, wat gebeurt er als we hier de stamsprong op doen? Kijk, top. Oh, maar dan moeten we wel snel zijn. Ah, en niet zo. Ik denk dat we naar beneden vallen. Oh, ik dacht wel dat hij zere voeten kreeg, maar dat viel mee. Zo, gaan we nu gewoon in één keer goed doen. Oep, 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 oep. Het is dat ik geen facecam heb, maar anders konden jullie zien hoe mooi ik aan het meebiebelen was. Hebben jullie al gezien hoe goed ik in muntjes, draaiende, bewegende muntjes pakken ben? Hè? Mario? Ja, had ik je niet verwacht. Ik ben hier niet om toeristje te spelen. Deze vrije winkel is van mij. Dus kom alsjeblieft binnen en kijk of er nog iets voor je tussen zit. Nou, zullen we even kijken? Hey, hallo, welkom. Wij willen deze maand 100%. Dit wordt hem dus. Yes. Oké, super bedankt. Winkelen op Dwaaleiland. Je hebt een maan. Levenshart willen we nog wel even. Extra leven is in mijn geval nooit verkeerd. Top. Even kijken, heb jij nog iets te koop? Pilotenhelm. Oh, die is wel cool. Maar ik heb echt nog... Ik heb alleen die. Ik kan nog niet het pakje erbij kopen. Wat heb ik niet genoeg muntjes voor? Oh, we hebben hem gelijk opgezet. Oh, die is ook schattig. It's so cute! Ik kan het zeggen, ik had mezelf drinken ingedaan van tevoren. Maar die stond achter me. Among Us speel je toch ook, of niet? Ja, klopt. De spellen die ik momenteel speel en stream zijn... kijken Fortnite, Super Mario Odyssey, Animal Crossing en Among Us. Ik reis naar alle hoeken van het universum om vanaf de hoogste plekken te zweven. Dit is de ideale plek voor een zweeftocht. Ik voel de adrenaline al stromen. 777. Dat was een hint. Oké, dan kunnen we nu in principe overal heen gaan. Overal heen zweven. Oh. Zien wij een mooie plek? Ik zie daar een maan. Oh! Dat ging veel harder dan de bedoeling was, maar we hebben de maan. Op een moment. Oei, om opnieuw te zweven moet je eerst naar een hooggelegen plek. Ja, hoe kom ik daar zo snel weer dan? Dat ging alles al snel. We hebben al de helft van alle manen die we nodig hebben. Nog maar 5 te gaan. Oh. We kunnen niet gewoon springen, of wel? Oh, nee. Zo. Gewoon irritant, man. Ah! Hoor jij een echo? Kijk, ik heb mijn geluid uitstaan van de stream, dus dat kan het niet zijn. Ik ga zo even kijken, dankjewel. Goed dat je het aangeeft. Dat vind ik heel fijn. Komen toch? Auw. Nee. Oké, ik ben niet dood. Maar het moet dus weer helemaal
terug. Eens even kijken. Ik denk dat ik hier wel even safe sta. Zet ik heel even mijn mic uit. En dan ga ik eventjes luisteren. Momentje. Hallo? Oké, ik dacht dat ik mijn mic had uitgezet, maar dat heb ik dus niet. Maar ik hoor hem inderdaad dubbel. Oh, wacht, ja, dat is omdat ik nu de ding zet. La la la. De microfoon doet het weer. Ja, ik denk dat ik het dan heb opgelost. Moet je maar even laten zeggen als je het nog steeds echt hoort, want ik denk dat ik twee microfoons per ongeluk aan had staan of zo. Oh, nee. Ja, hoofdje. Zo, die hebben we. Oh, we waren natuurlijk al een hartje kwijt. We hebben deze in ieder geval door, dat scheelt. En dat scheelt heel wat levens. Oké. Het is wel irritant omdat je dan weer helemaal... Hij is nu weg? Oké, top. Want ik dacht dat ik de microfoon had uitgezet, maar dan had ik waarschijnlijk wel twee microfoons aan staan of zo. Ik durf het niet te zeggen. Maar het is opgelost, dat is fijn. Oké, waar kunnen we nog meer? We kunnen daarheen, maar wat is er verder nog te vinden? Oh, we kunnen daarheen. Oh. Redden we dat? Ah! Ik deed iets verkeerd. Laat maar, ik kan me beter laten vallen, want het werkt toch niet. Wel zonde van mijn levenshart. Maar, hè? Ik doe altijd gewoon de joystick naar voren. En dan ga ik er gewoon vanuit dat ik... hoe zeg ik dat? Dat is wel gekke vlinder trouwens. Maar dan ga ik er gewoon vanuit dat ik gewoon normaal naar voren ga. Maar hier is de, ga je naar voren, dan ga je gewoon keihard naar beneden. Ik moet hem juist naar achteren doen. Oh, ben je gewoon ingedrukt houden. Top. Je hebt een baan, zweefvlucht over het Waaleiland. Dat is chill. Oh, waar schiet ik heen? Oké, dat ging goed. Oké. Dan is je heeft nog 10 maanden nodig. Deze leveren alvast in. Het is een begin. Het schip is kapot. Om het te repareren hebben we energiemaanden nodig. Ja, dat weten we. Nog 4. Oké. Kijk, daar is nog een maan sowieso. Kijk, dat is ook weer zo'n metalen blok. Weet iemand van jullie wat die... wat deze blokken zijn? Of is dat nadat je een verhaallijn hebt gespeeld? Want ik heb in het verleden alleen de eerste verhaallijn uitgespeeld. Verder niet naar omgekeken meer, eerlijk gezegd.
Among Us gaat via Discord, toch? Ja, klopt. Ik heb een linkje daarvan hier beneden bij mijn panelen staan. Ik denk dat dat tijdens de autorijden een beetje lastig is. Maar daar heb ik gewoon de link staan. Zowel van mijn eigen Discord als van Among Us. Dus die kun je gewoon pakken. Dus dan kun je gewoon, dan kun je ook gewoon in de stream meedoen als je dat leuk vindt. Oh. Yes. Een ontploft rotsblok. Wat is hier achter te vinden? Niks? Oh. Dat stelt weer een beetje teleur. Ik ben wel trots op mezelf dat ik het nu wat sneller door had. De vorige keer, de eerste keer dat ik dit spel speelde, kwam ik maar niet verder. Omdat ik hier de berg niet op kwam. Ik snapte er niks van. Gelukkig zag ik nu die sterretjes en had ik gelijk zoiets van, oh wacht, hier zijn we. Oké, ik moet even een rups pakken. Oh, niet in het gif stappen, dankjewel. Oh, maar dan kunnen we ook die pakken waarschijnlijk. Zo. Want ik heb het idee dat hier nog wat te vinden is. Zo. Rustig. Adem in, adem uit. En weer rustig terug. Yes. Je streamt zelf ook. Ja, volgens mij heb ik wel eens wat van je voorbij zien komen op Facebook. Op Facebookpagina. Ik denk dat we hier... Oh, check. Ik dacht echt dat ik recht in het gif ging vallen. Dat viel mee. Maar zal je zeker een keer joinen? Heb er één op de telefoon en laptop staan? Ja, ik ook. Ik heb alleen besloten om niet meer via de telefoon te spelen. Want ik werd er constant uitgegooid. De servers zijn gewoon een stuk slechter of zo. Ik weet niet wat het is, maar het werkte voor mij niet. Dus sindsdien ben ik maar gewoon lekker op de laptop gaan spelen. En dat gaat gewoon zoveel beter. Ah, nee. Niet springen. Ja! Nee, kut. Maar volgens mij zijn er verschillende versies van Among Us. Niet dat ik weet, maar zou kunnen hoor. Dat ik wat gemist heb daarin. Zat hier toch een vlinder? Of was dat echt anders? Ik weet wel dat je inderdaad... Serieus, zit hier gewoon bovenop de... Er zit hier gewoon een maan. We zijn hier al 4 keer geweest of zo. En er zit gewoon een maan voor het oprapen. Oké, dank je. Waar zullen we nu heen zweven? Eens even kijken. Oh, hier is ook een maan. Nee, die hebben we al gepakt. Ik weet wel dat je bijvoorbeeld in Minecraft verschillende versies hebt. Of in Minecraft verschillende versies. Ik bedoel dat je in andere spellen, zoals Fortnite, hebben ze een soort van Among Us map gemaakt. En in Minecraft ook zoiets. Daar heb ik toevallig filmpjes van gezien. Maar meer dan dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat... Ja, dat je meerdere maps hebt. Maar ik weet niet of er vanuit Among Us ook echt verschillende versies zijn. Heb ik niet eerder gehoord. Ik ben even aan het kijken. Ik weet niet zo goed. Ik zie die vlinder daar weer. En die wil ik heel graag hebben. Ah, nee, nee, nee. Doe ik het weer, doe ik het weer, doe ik het weer. Ik ga hartstikke dood. Of ik... Ik weet nog... Ah! Nee! Dit was zo stom. Maar ja, wat doe je er tegen? En daarom ben ik ook geen pro-gamer. Eens even kijken. Daar staat de Odyssey. Er zijn wel wat muntjes te vinden. Hier zit een maan in een kooi. Hier is die vlinder. Maar die moet ik toch te pakken kunnen krijgen.
Ah, nee. Dit was totaal niet mijn bedoeling. Nu kan ik wel die kant op vliegen. Oeh. Dan maar zo, denk ik. Aha. Ik zie een maan. Ja, op de laptop is een andere volgens mij dan de telefoon. Ja, misschien dat ze een andere server of iets gebruiken, maar het spel is in principe hetzelfde. Het is alleen, dat weet ik wel. Dat weet ik ook pas sinds gisteren of zo, dat mij dat vertelt. Ah, ik kom er niet bij. Gisteren of zo is mij dat verteld. Dat je sommige tasken niet kunt uitvoeren op de laptop of op de telefoon. Zo kun je gewoon je task niet finishen. Hey, lieverd. Zo. Oh, nee. Laten we voor de veilige weg gaan. Yes, made it. Nailed it. We gaan hier weer verder. Maar het spel verder is gewoon hetzelfde namelijk. Dus gewoon dezelfde maps en zo. Dus dat is het in ieder geval niet. Oké. En dan moeten we hier maantjes verzamelen. Kleine maantjes. Oh. Ik ben blij dat hij terugschiet als hij het niet redt. Oh. Ah! Ik dacht echt dat ik daar dood ging. Zo. Ah, een vrouwtje schrups, wat schattig. Oké. Oh. Oh, ik ga te ver. Oké, is hier. Er is vast en zeker hier wat te vinden. Oh, even kijken. Wat de muntjes. Oh, een totusser. Daar praten we zo wel tegen. Zo, wat heb jij te vertellen? Mario, wat een toeval dat ik jou hier tegenkom. Je ziet het goed hoor, ik ben het. Toadpaas. Ik reis momenteel de wereld rond op zoek naar energiemanen. Hoe ik hier gekomen ben? Een grote vogel heeft me gepakt en neergezet. En ik was al niet gek op grote vogels. Maar het doet me goed hier even uit te rusten. En ik heb een maan gevonden. Dus ik mag zeker niet klagen. Wil je het hebben? Nou, kom maar door. We hebben in ieder geval genoeg manen om weer onze reis te vervolgen. Rust eens lekker uit, Toadbaas. En een hartje. Daar hebben we niet zoveel aan. Dat geeft niet. Het lijkt erop dat we alle manen hebben die we nodig hebben. Nu kunnen we de Odyssey repareren. Oké, dan moeten we nog één maantje hebben, of niet? Ja. Het zal daar denk ik ergens zijn. Dus ik denk dat we dan best weer even terug kunnen die kant op. Oké, hij staat. Ja, zie. Oh, die hebben we zo te pakken. Top. En dan kunnen we gauw weer verder... vliegen met de Odyssey. Oh, rustig. Ik hou mijn hart vast. Het moet ook niet te moeilijk, niet te makkelijk zijn, hè? Oh! Ik red het net niet. Zo wel? Ja. Yes, we hebben hem! Maanstukjes in de jungle. Top. Want er is hier ook nog een heel stuk dat ik niet ontdekt heb. Zo. Oh, kijk. We gaan even de 2D-wereld in. Oh.
Oh, auw. Dat had ik niet verwacht dat die... ik zat niet goed op te letten. Dat is wel leuk gedaan. Oh, er zijn hier ook serieus gewoon 2 manen te vinden. Cool. Langs de visies op de muur. Nice. Leuk gedaan. Hier zit waarschijnlijk echt nog 1 muntje in. Zie. Nou, gaan we er weer uit. Het lijkt erop dat we alle manen hebben die we nodig hebben. Nu kunnen we de Odyssey repareren. Oh, nee. I'm an idiot. Op welke console / console speel je? Ik speel alles op de Nintendo Switch. Het enige wat ik daar niet op speel is Among Us. Die speel ik op de laptop. Oké. Auw, ik sprong. Zo. Waar speel jij allemaal op? Oké, die hebben we. Zo. Oké, dan gaan we maar naar de Odyssey, denk ik. Oh. Hupsakee. Oh, we moeten iets verder lopen. Ja, hebben we niet meer nodig. Doei. En ik zit even te denken hoe ik die het beste kan gaan pakken. Ik denk dat dat komt voor als ik uitgespeeld ben, zeg maar. En dat als ik een verhaallijn heb uitgespeeld en ik wil dan verder gaan met gewoon Super Mario spelen. Dat ik gewoon de laatste maandjes wil vinden. Zo. Op de laptop en PS4. Nice. Welke games speel je allemaal dan? De Odyssey is gerepareerd. Mooi. Zo, nou, let's go. Ik zie wel een beetje zwart uit. Een beetje vies. Gelukkig hebben we genoeg manen kunnen vinden om de Odyssey te repareren. Stel je voor, zeg. We hebben even de tijd. Dus zal ik ondertussen even een reistip voorlezen. De rollen. Wil je snel voorbewegen of een heuvel af? Druk dan al hurkend op I om te rollen. Dat was het. Goed om te weten. Goed, waar waren we gebleven? Oh ja, we waren op weg naar het Stedenrijk. Ik lees hier dat er overal wolkenkrabbers staan. En ook dat de stad gebouwd is met de energie uit energiemanen. Kijken, Among Us in het kort en Call of Duty Warzone voornamelijk. Nice. Fortnite, ook leuk. Ja, ik ben zelf helemaal niet van de schietspellen, behalve Fortnite. Maar dat is meer gewoon door de stijl, denk ik. Gewoon zo cartoonish, zeg maar. Dat vind ik gewoon leuk en leuke kleuren. En de dansjes en dat soort dingen. En gewoon gezellig. Dus maar zoals Call of Duty of zo, ja, ik heb het wel eens geprobeerd, maar het lukt me niet. Ik zie ook gewoon de mensen echt niet lopen. Dus ze kunnen voor me dansen en springen en ik zie ze nog niet. En Fall Guys ook nice. Maar jongen. Jullie horen even Nero brommen. Yeah. Ja. Dan wil Wilfried weer verder spelen. Daar zijn we dan eindelijk. Maar iets klopt hier niet. Kijk! Het schip van Bowser. Snel, we moeten hem stoppen. Oké. Oh, lekker weertje. Wat moeten we doen? Wat doet dat ding daar, burgemeester Pauline? Oh,
Het spijt me, maar ik heb niet echt tijd om te kletsen nu. Ik moet iets bedenken om de stad voor een catastrofe te behoeden. Oh. Sinds de komst van dat vreselijke monster Bowser heerst er chaos in de stad. En dan heeft hij ook nog eens overal in de stad posters opgehangen om zijn bruiloft te promoten. Smakeloos gewoon. Ja, dat zijn heel wat posters. Man. Nou, laten we maar gauw even actie ondernemen. Oh. Die mensen nemen natuurlijk wel even mee. Joep. Recht lopen, Naomi. Eigenlijk waar ik net maar zin in heb. Ja, dat heb ik ook inderdaad. Nu moet ik wel zeggen, ik wil... Van Animal Crossing en Super Mario Odyssey wil ik echt een beetje een serie maken. Dus dan vind ik wel dat ik dan minimaal 1 keer per week moet spelen. Nou, ik dacht, dat kan ik wel worden. Dus puur gewoon zodat ik daar wel up-to-date voor ben. Sowieso vind ik zelf voor mijzelf afwisseling belangrijk, ook in de streams, om gewoon een wat breder publiek aan te trekken. Zijn al die beesten. Oké. Hey, ik zie een hartje. Kan ik hier naar binnen? Nee. Oh. Maar ik moet wel zeggen dat als ik echt geen zin heb in een spel, dan speel ik het ook niet hoor. Dus zoals kijken, toen was ik niet aan het streamen, maar ik was even Fortnite aan het spelen en ik raakte zo gefrustreerd. Toen ben ik eventjes Spyro gaan spelen. Oh. Auw. Oh, shit. Ik druk op de schietknop van Fortnite. Maar kunnen die kleine krengen zoveel damage doen? Maar dan ga ik gewoon even, als ik, zoals in Fortnite, dat ik gewoon zo gefrustreerd raak, dan ga ik gewoon even iets anders spelen. Puur gewoon vanwege het feit om even rustig te worden. En even iets rustigs te doen. Maar wat doet zo'n tank hier nou dan? Oh, wacht. Oh, hier is een winkel. Cool. Nostalgie Spyro, ja. Nou, ik zou je zeggen... Ik heb het vroeger nooit gespeeld. Ik weet alleen wel dat ik vroeger als klein meisje... Kan ik die kapot maken? Dat ik vroeger als klein meisje het spel echt heel graag wilde. En altijd in de winkel wilde ik naar dat schattige... paarse draakje kijken. Dat vond ik helemaal fantastisch. Maar ja, we hadden geen PlayStation en ja. Dan werd het sowieso al een beetje lastig. Dus uiteindelijk, nu kwam die dan uit en heb ik een cadeau gekregen van mijn man. Ik was gelijk helemaal hard van, oh, Spyro! Oh, ik vind dit eng. Dus nu kan ik eindelijk... Auw! Daar was ik tussen. Dus nu kan ik inderdaad eindelijk Spyro spelen. Super simpel, maar wel gewoon eventjes... Dat je wel even lekker aan het gamen bent, maar... Gewoon lekker layback. Niet te druk maken. Och, ik had net ook even dat hart hier kunnen pakken. Eerst aanpakken. Auw, dat bedoel ik. Gedood. Ik weet dat is niet aardig zeggen, maar moest even. Oh, 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 oh. Zo, zijn we weer vol. Nee, dus ik ben nog echt heel erg blij. Nog steeds heel erg blij met Spyro. Oh.
Waarom ging die in één keer zo hoog springen? Dat was niet de bedoeling. Kijk. Oké, lang maar. Even kijken, waarom loop jij hier? Oh. Je bent hier met de reden. Ga je minder snel omver of zo? Oh, kijk. Die hadden we eigenlijk beter kunnen bewaren, maar ja. Hè? Oh, ik dacht dat we op hem konden springen. Nee, wat dan? Spyro, Crash Bandicoot. Allemaal games die ik veel speelde. Oh, dat was echt heel stom. Ik kan ook geen twee dingen tegelijk. Waarom dat goed ging, mag je ook weten. Oh, wacht. Ah. Ja, Crash Bandicoot heb ik wel gespeeld. Au. Maar niet... Ik had zelf het spel niet, zeg maar. Dat speelde ik dan altijd bij een vriendje. Ik spring toch bovenop jou. Oké, huppatee. Rijden met die bak. Ah, nee. Verkeerde knop. Shit, 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 shit. Damn it. Zit ik weer op de schietknop van Fortnite te drukken als ik wil schieten. Oh, wat is hier te vinden. Bij de Mac, lekker. Gisteravond nog geweest. Ik heb een paar cheeseburgertjes gehaald en milkshake erbij. Lekker hoor. Oh. Ik sloeg hem toch dood? Jemig. Oh, dan moet ik weer helemaal... Ja. Oké. Ik spring bovenop hem. Ik snap ook niet zo goed waarom ik hem wil worden. Oh ja. Auw. Oep. Ik moet... rustig aan doen, de tijd nemen. Nog even en adem in, adem uit. Doei. Oh, goed zo. Kijk, ik kan het wel. Alleen even de tijd nemen. Oh, nee. Goed zo. Even twee, dood. Oké. Daar is een andere tank. Oké, wat heb jij? Ook een muntje. Oké, hey, ik heb alle levens nog, jongens. Ik hoef het hartje niet te pakken nog. Goed, hè? Oh, wat hoor ik daar dan voor, Harry? Och, ah! Oh! Oké. Rustig. Ik moet ze één voor één even uitschakelen. Oh, moeilijk herrichten. Oké, dat zijn die. Heb twee. En jij. Oké. Doei. Nu kunnen we dat hartje wel gebruiken. Ik heb niet het idee dat ik die weg kan halen of zo. Zo.
Gaan we weer tanken. Ik kijk hoe soepel dat ging. Zagen jullie dat? Oh, ik ga heel even saven. Anders werkt zo niet. Ik wil het proberen. Zo. Die muntjes te pakken. Oh, hier is nog zo'n raar vliegbeest. Nee, wat ik ook vroeger heel veel gespeeld heb, is Pokémon. Uiteraard. En kijken, wat heb ik nog meer veel gespeeld? Mario Party. Oh, ik zou gaan zakken. Oh. Okay. Tank is weg als het goed is. Ja. Laten we hier maar gewoon omhoog gaan, zoals Cappy zei. Via de trap kunnen we omhoog. Goh, echt waar. Ik wist niet dat een trap daarvoor gemaakt was. Maar die Goomba die wil me nu al aanvallen. Eet smakelijk trouwens, Bjorn. Au. Oké. Nee, dit. Hup, hup, tussendoor dan. Goed zo. Ik zal. Zo zijn we boven. Waar hebben we dit aan verdiend? Wat gaat de burgemeester doen? Wat heb jij te vertellen? Bah, wie ben jij nou weer? Wacht, je bent toch geen vriendjes met die naarling? Bowser, mag ik hopen? Goed, deze hele situatie ziet er niet bepaald rooskleurig uit als je het aan mij vraagt. En eigenlijk ook niet als je het niet aan mij vraagt. Nee, ik heb het door. Daar. Oh, een maan. Onze eerste maan van het stedenrijk. Die moeten we natuurlijk wel hebben. En ik hou niet van die wiebelende balken. Yes, we hebben hem. Wiebelend in de wind. Nou, inderdaad. Wat een gewiebel. Oeh, dat scheelde heel weinig. Oké. Okay. Oh, ah, dat is een snel reflex. Oh, hier kunnen we naar binnen. Nice. Zo. Ik ben eten, dus de telefoon gaat neer. Eet smakelijk, Bjorn. Succes nog, misschien tot later. Dankjewel, kom goed. Geniet ervan. Oh. Ik. Yes, we hebben hem. Kijk, hartje terug. We gaan gelijk weer vol leven. Wat is hier te vinden? Kijk, muntjes. Alles is er voor een reden. Vooral bij Super Mario Odyssey. Als hier een plateautje is, dan is er iets te vinden. Al zijn het maar muntjes. Oh. Oké. Made it. Ik hou mijn hart vast. Welkom allemaal. Leuk dat jullie kijken. Wat warm welkom zo, of niet? Oh, kijk. Ah. Yes, die hebben we ook. Oh, we gaan hier natuurlijk verder naar boven. Top. Oh, oh, oh. Auw! Ik wist niet dat die beesten dat deden. Oeh, dat was ook meer geluk dan wijsheid. Oké, ik ben echt bijna dood. Dus ik moet daar wat aan doen. Laat die muntjes maar even zitten.
Oh. Ik heb het niet over dit muntje. Ik heb het over die andere muntjes. Kijk, deze kunnen we wel even makkelijk pakken. Schudden, 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 shake baby. Oh, 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 oh. Dat was echt niet de bedoeling. Ik wilde deze muntjes ook gewoon pakken. Ah, koembaas, koembaas. Oké, made it. Gewoon stil blijven staan, dan komen ze allemaal bij je. Zie? Zo. Ik hoop dat hier een hartje uitkomt. Oh. Nee, alleen mijn muntjes. Ik heb er niks aan. Waarom is dit plateautje hier? Zie, muntjes. Alles is er voor een reden. Oh. Wel een heftig muziekje trouwens hoor. Oh, 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 oh. Oh, nice. Die kunnen we heel goed gebruiken. We hebben gelijk 6 hartjes. Ik hoopte op 1 hartje, maar nu heb ik gelijk 4 hartjes bij. Je hoort mij niet klagen. Zijn we er nu of is het nog hoger? Ik ben bang dat het nog... Ah! Oh, nice. Dat het nog hoger is. Een vriend van me is naar de top gegaan. Hij is nog steeds niet terug. Puntje, puntje, puntje. Oké, we kunnen hier naar boven. Ja, laat maar los. Gaan we eerst eventjes om het gebouw lopen, want er liggen misschien nog muntjes. Helemaal niks. Oké. Zo. Bouwen ze even aan. Wat krijgen we nog eentje? Oh, 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 oh. Beesten zijn eng, man. Wat een krengen. Puntjes? Nee. Oh, dat was een beetje raar. Dat klinkt een beetje. Oh, 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 oh. Ja, we hebben ze. Oh, we moeten... Auw. Dat was niet handig. We moeten dezelfde weg weer terug voor mijn gevoel. Oh ja, ik weet het al. Ik ben dezelfde ingang weer gegaan. En dat moet niet, hier moesten we eruit. We gingen inderdaad dezelfde weg weer terug. Knap hoor, Naomi. Oh. Kijk. Zo zijn we zo boven. Dat gaat snel. Wat heb jij te vertellen? Het lijkt energie te verzamelen en ergens naartoe door te sturen. Wauw, goed voorgelezen, Naomi. Even opnieuw. Het lijkt energie te verzamelen en ergens naartoe door te sturen. Dat is beter. Ik vind de camera wel een beetje eng. Ik was ook bang dat ik er vanaf zou vallen. Ik zie paar munten. Uh-oh. Ja, die voel je wel. Beetje. Oh, kanon. Nice. Ah, nee, 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 nee. Niet dus. Fortnite schiet knop. Auw. Dat doet zeer. Dit is onze kans. Perfect. Uh-oh, uh-oh. Oh, dat is creepy.
Oh. Oh, nu kan ik hem volgens mij niks aan doen. Oh, dit is echt heel naar. Ah! Nee, ik kan nu niks doen. Beter komt hij. Ah! Oh, oké, hij is weer op de muur, top. Ah. Auw. Ik rij weg. Oké, ik moet echt even. Ah, nee. Auw. Haha. Hij is echt eng, man. Oh. Aan de kant. Auw. Oké, top. Dat is 2. Ik heb nog maar 2 levens. Oh, wacht. Ik moet hem nu natuurlijk... Ik moet hem een beetje pijn doen. Oh, ik heb hem al. Nice. Dikke doei. Oh, Multimaan. Chill. Mario, je glimt een beetje. Nou, volgens mij hebben we de stad gered. Nieuw Donk Cities, ongedierte. Top. Zo, kijk. Nu is het ook een beetje mooi weer. Lekker zonnetje erbij. Een nieuwe start voor de stad. Dan kunnen we even met de eerste kijken dat we even de stad hebben gered. Hm? Tot ziens, raar insectenkruipding. Woehoe! En de zon schijnt ook weer. Bowser is snel vandoor gegaan, maar we zitten hem vlak op de hielen. Dus we hebben geen moment te verliezen. We hebben eerst meer manen nodig, dus laten we nog snel een paar zoeken in de stad. Yes, gaan we doen. Wat een goed idee. Ik denk dat we daar op dat licht af moeten gaan. Zo. Burgemeester Pauline weet echt van wanten. Ik vraag me af waar ze nu mee bezig is. Na alle hectiek van de laatste tijd. Zo zie ik de stad graag. Ja, wij ook denk ik. Dankzij de burgemeester gaat alles weer schangetje. Ik kan geen mensen worden. Dat vind ik echt flauw. I wanna be human! Zo. Heb je ergens iets gezien waar we dit kunnen planten? Nee, nog niet. Ah, ja, volgens mij hier toch? Oh. Nee, niet hier. 30 sprongen achter elkaar lukt me nooit. Oh ja, dat is leuk. Kun je het uitspringen. Hey. Moeilijk en recht gooien. Yes. Nu? Nou, prachtig. Als kind speelde ik ook al graag buiten. Nou, we gaan even dansen. Oh kijk, hij danst mee. Zie dat handje ook. Ja, leuk. Hij doet ook mee met zijn handje. Helemaal leuk. Handje, hand. Iedereen loopt gewoon heel normaal door de stad en dan kom ik aan. Ik spring overal op. Ik spring mensen op hun hoofd en zo. Gewoon omdat het kan. Welkom in New Donk City. Ze noemen het hier ook wel de Big Banana. Wil je weten hoe de handleiding werkt? Nee. Oké, veel plezier in de stad. Dankjewel. Oh. Hey.
gaat inderdaad sneller. Probeer het nog één keer en dan gaan we verder. Doe een paar stappen opzij. Krijg je een maan of zo zeker. Oh, oké, laat maar. Doei. Oké. Kijk, ik doe dat gewoon. Ik ga aan stoplichten hangen en zo. Wow. Je wordt flink gelanceerd door zo'n auto. Man. Oké. Oh. Ja, oké, nice. Oh, moeilijk hè, trap lopen. Er zit nog niks in ook. Stampsprong. Niet stampsprong, dan maar de achterwaartse salto. Oh, hey, kijk eens. Pakken we één. Oh, serieus. Ik zit daar helemaal moeilijk te doen met die auto. Hoe kan het dat mijn kinderen dit wel kunnen? Want zeg, hij heeft geen hoed op. Oh, wacht. Ja, ik snap hem. Nee. Ik ga automatisch met links meesturen. Oké, ietsje naar voren. Oh, rustig. In de achteruit. Ja. Yes, we hebben hem. Top. Radiografisch gevangen maan. Oké, oei. Dit is de enige mens die je kunt worden. Wat heb jij te vertellen? Ik voel een soort radiografische kracht van je uitgaan. Je mag naar binnen. Oké. Ik denk het. Fijn. Oh, wat is dit dan? Hier is ook nog een poppetje. Op het scorebord kun je de scores zien van spelers uit de hele wereld en ook je eigen scores delen. Als je het scorebord gebruikt, verschijnen je gebruiksnaam en je statistieken in de game. Wil je verbinding maken met het netwerk? Nee. Oké, doei. Zo. Rat. Oh, wanneer zeg ik, kan ik een rat worden? Hoe word ik een rat? Oh. Wee! Hey. Hier is weer een maan. Onder een paar vuilniszakken. Top. Oh, ja, gaat goed. Zeg me doei tegen je blikjes. Ik vind het niet vertrouwd om hier te gaan lopen. Ik krijg maar een klein beetje hoogtevrees. Ah, valt mee trouwens. Oké. Oh, oké, prima. Gaat goed. Maar ik zou de burgemeester gaat anders weer. Ze gaan met je. Ja. Oh, we zijn weer hier. Boing. Oh, serieus? Dat was toeval dat ik daar op kwam, maar dat is cool. Oh ja, ik zei al, volgens mij moeten we naar het licht. Gaan we de burgemeester aanrijden. Oh, dat kan niet. Oh, ik wil met je praten. New Donk City betekent alles voor me. Ik kan je dan ook niet genoeg bedanken voor al je hulp, Mario. Mm-hmm. Ik hoop dat je nog even blijft voor het aankomende festival. Ik zou graag iets leuks
Ik zou graag iets leuks willen doen voor jou en voor de stad. Oh. Denk je dat je in de stad 4 muzikantvorm kunt vinden om me te begeleiden tijdens een optreden? Nou, dit is 1. Sorry. Sorry, maar hoewel ik zat te drummen, kon ik horen waar jullie twee het over hadden. Het is alweer veel te lang geleden sinds ik aan een festival heb meegewerkt. Goed om te horen dat er weer een aan zit te komen. En als de burgemeester het wil, kun je haar zeggen dat het voor mij een grote eer is om haar op het podium te begeleiden. Oh, nou, ik krijg gelijk hem aan. Gaan we aan het kort te doen. De drummer is van de partij. Je hebt een muzikant gevonden. Dankjewel. Voor het festival hebben we er nog 3 nodig. Dus als je nog meer ziet, vraag dan of ze alsjeblieft willen komen. Wordt het wel wat gezelliger van. Oké. Het scootertje staat er nog. Oh, daar is er eentje, denk ik. De straatmuzikanten in New Donk City lijken er echt plezier in te hebben. Ja, dat klopt. Staat Scooter de... Nee, die is nu weer teruggezet naar zijn plekje. Jammer. Oh, dat was niet de bedoeling. Oh! Ik wilde gewoon rennen. Want hier in het parkje waren ook... Was er ook een muzikant, want we hebben nog mee staan dansen. Oh, er is hij wel. Oh, hey, wat kan ik voor je doen? Wil je een handtekening misschien? Wacht eens, ben jij niet? Ja, ben jij niet degene die voor het festival van de burgemeester op zoek is naar muzikanten? Ik had al zoiets gehoord. Wie daar speelt verdient een aardig zakse. Ik bedoel, natuurlijk, graag, ik ben er. Burgerlijke plicht en zo. Aha. Nou, volgende maand weer binnen. Zo. Oh, moet ik weer tegen je praten? Yes. Oh. Daarnet kwam de tweede muzikant hier binnen gewandeld. Het begint erop te lijken dat het echt gaat lukken. Voor het festival heb ik nog 2 extra muzikanten nodig. Laat me weten zodra je ze gevonden hebt. Ja, noem maar. Doei. Het wordt wel wat gezelliger hier. Maar dan, ik zag daar licht... En volgens mij kan ik daar via deze elektriciteitskabel... Oh, Tony, jij wil wat tegen mij zeggen. Wat vind je van mijn hoed? Hij lijkt precies op die van Pauline. Is dat serieus alles wat je te vertellen hebt? Oké, doei. Kijk, hier is ook een muzikant. Nu ik hem zo zie, krijg ik bijna medelijden met hem. Bijna! Nou, wanneer? Hey, is er wat? Heb ik wat van je aan? Oh, wat arrogant. Wacht. Ben jij niet? Ja, jij bent de kerel die een band probeert te vormen. Voor de burgemeester, toch? Ze heeft zoveel voor de stad gedaan dat ik maar wat graag meedoe. Ik zie je daar. Nou, dat gaat mooi makkelijk zo. Moeten we alleen de laatste nog zien te vinden. De bassist is van de partij. Oké, we moeten er nog eentje... Blijf niet tegen je praten, burgemeester. Ik vind je hartstikke aardig en zo, maar... Genoeg is genoeg. Hi. Waar komt je muziek toch vandaan? Zou die... Daarboven? Zou die maar zitten? Ik ben op zoek naar die paarse ding. Ja, hij zit erboven, 100%. Maar, dan is de vraag, hoe kom ik daar? Oh, sorry. Boing. Oh. Ik denk dat ik via een ander gebouw omhoog moet klimmen ofzo. Ik zie daar een elektriciteitskabel. Dus, als ik nou eens daar... Ik moet dan helemaal daarboven zien te komen. Lastig. Oh. Oh. Oké. Okay. Sorry, not sorry. Oké.
Ik denk, ik loop hier even naar binnen om die muntjes te pakken, maar we liggen gewoon op aan. In een stalen dwarsbalk. Top, dankjewel. Zo. Ik hoef toch niet zo'n moeilijk parcours af te leggen. Ik twijfel. Ik ga het gewoon, of nou ja, moeilijk parcours. Het is één balkje dat een beetje wiebelt. That's it. Oké. Okay. Hier ben ik al geweest, notabene. Oh, oh ja, hier ben ik te straks 10 keer dood gegaan of zo. Alles ziet er bij het licht anders uit dan bij het donker, hè? Moet toch iets de schuld geven. Ik denk in één keer, hey, dit komt wel heel bekend voor. Woehoe! Maar nu moeten we dus even kijken hoe we boven in dat gebouw komen. Want we moeten bij dit gebouw zijn, helemaal bovenop. Ja, ja. Ik had tegen jou gepraat. In opdracht van de burgemeester hebben we deze stroomkabel gerepareerd. Dat is een hint. Dat kan niet anders. Kijk dan. Oep. Ik vraag me wel af wat deze dingen zijn. Is dat gewoon decoratie in de zin van decoratie vanuit het spel? Ja. Meer is het in ieder geval niet. Muntjes. Zoveel mogelijk muntjes proberen mee te nemen. Wat gebeurt er nu? Oh jee. Ik ben hier zo slecht in. Oh. Yes, made it. Yes, we did it. Oh, hey, wat doe jij hier helemaal boven? Ah. Jij bent toch niet toevallig die kerel die voor de burgemeester op zoek is naar muzikanten? Of wel? Ik had al zo'n gevoel. Nou, zeg maar dat ik er zal zijn. Ik wil het festival voor geen goud missen. Top. We hebben hem compleet. De trompetist is van de partij. De band is compleet. Dankjewel. Je bent een echte doorzetter. Heb je ook nagedacht over een carrière in de politiek? Nee, dank je. Maar goed, eerst een ander probleem. De ondergrondse elektriciteitscentrale is op een of andere manier buiten werking. Geen elektriciteit betekent geen festival. Ik weet niet of je echt technisch bent, maar kun jij iets op onderzoek uitgaan? Do we have a choice? No, we don't. Zo. Oké, ik ga tegen hem praten. Dan ga ik even kijken wat we moeten doen. Dat scheelt wel. Alles ligt op waar je heen moet. Anders blijven we zoeken in de stad, denk ik. Dus ik ga over 10 minuten ga ik wel stoppen. Het is dan weer 10:30. Ik ben wel moe. Dus ik ga zo lekker slapen. Dus, maar we gaan in ieder geval nog eventjes door. De laatste 10 minuutjes. Even volmaken. Hey, pst. Zoek je de elektriciteitscentrale? Kijk dan eens onder zo'n putdeksel. Maar je hebt het niet van mij, oké? Okay? Mocht je de toerist willen uithangen, open dan gewoon je kaart met een minnetje. Als je een checkpoint vlag geactiveerd hebt, kun je hem op de kaart selecteren en op A drukken om hem heen te worpen. Oh, dat is chill. Serieus, casino? Cool. Ik vond al dat er best wel veel van die vlaggetjes waren, maar nu snap ik ook wel waarom. Kijk, dan kunnen we hier ook gewoon heen warpen. Oh, ik moet eerst tegen hem praten. Ik ben hier om de elektriciteitscentrale te inspecteren. Maar hoe? Dit verdraaide putdeksel zit muurvast. Hé, hey. Maar wij hebben Cappy. Nou, ah. Wat? Hè? Hoe deed je dat? Oh, zoals ik zeg. Wij hebben Cappy.
Joep. Nice. Dit klinkt leuk. Nee. Ik ben wel benieuwd. Wat is er op deze muntjes? Ik kan het zeggen, het zit er niet voor niets. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Oké, let's go. Oh, cool. Oh, opstaan. Wat leuk gemaakt. Oh nee, niet die giftige piranha planten. Dat ging soepel. Och jeetje. Oh. Oké. Is hier nog iets of? Nee, helemaal niks hè. Oké, dat ging. Ah! Oké. Achterwaartse salto doe je dan, Naomi. Niet meer, niet minder. Hup. Even al het gif, want ik zal natuurlijk precies net op één druppeltje gif gaan staan. Sounds like me. Nee. Oh, huh? Zie, ik zeg toch, ik zal wel op dat gif gaan staan. Nou, nu stond ik er niet op, maar ik stoot mijn hoofd tegen gif. Heb je die al eerder gehoord? Zo. Dat ging heel scheef. Oké, maar dat ging goed. Ik stoot mijn hoofd aan gif. Knap, hè? Kijk. Oh. Knap, hoor. Hey, momentje hoor, want ik moet even naar mijn kamer. Twitch ging even weg, dus dan kan ik de chat niet meer lezen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oh, daar ging een rat. Oh. Nice. Ah, wat doe ik? Oh, ik doe blijkbaar wel goed, denk ik. Oh, ja, ging goed. Maar ik ben benieuwd. Zie, er is daar een maan. Ik wist het. Ik kan het zeggen, ik zie een plateautje. En het is moeilijk, dus dat is niet voor een muntje. Hey Jamie, tof dat je er weer bent. Gezellig. Zo. Gaat dit goed? Lucky shot. Hoe kom jij hier zo makkelijk? Als burgemeester kijk ik altijd graag zelf wat er zo wel gaande is in de stad. Ook hier bij de elektriciteitscentrale. Zo te zien zijn de handlangers van het monster Bowser dus ook helemaal hier beneden geweest. Ja, wat wil je dat ik zeg? Oh. Nou. Dat was echt niet de bedoeling. Oh. Dan zeg ik spring erop. Ja. Nice. Ik kan zeggen, waar blijft de maan? Zo. Even de muntjes oppakken. Yes. Nieuw Donk City's onkruid. Zo. Hebben we weer de stad gered. Oeh, what does this? What does this button do? Bedankt Mario. Zo, we hebben...
Oh, moet je kijken wat de manen. Kom maar. Kom maar door met die manen. Ik kan het zeggen, ik doe niks. Ik kan niks doen. Jij kunt ook werkelijk alles. Dankjewel, Mario. Nu staat niets ons optreden op het festival meer in de weg. Het festival kan eindelijk losbarsten. Iedereen is er klaar voor. Ik zit net te denken. Wil je toevallig meedoen aan het festival? Ik weet zeker dat het aan jou besteed is. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Yes! Oh, daarmee doe je een groot plezier. Ik kijk nu al uit naar jouw optreden. Het traditionele festival. Lekker muziekje erbij. Oh ja. Het was een heel groot 2D level. Vet cool. Nice. Nou, kijk eens wat gezellig. Alle posters zijn weer... alle billboards zijn er weer vanaf. Het is nu allemaal gewoon... weer normaal geworden van de burgemeester. Jij kunt aardig springen, heb ik gehoord. Ja, dat kunnen wij zeker. Oh. Blijkt me toch niet zo goed als dat je gehoord hebt. Nee. Kan jij ook zo van die kanaalpunten instellen zoals je 5 minuten kijkt dat je er 10 krijgt? Weet ik nog niet, heb ik nog niet naar gekeken. Dat zal vast en zeker ingesteld zijn. In te stellen. Dat kan ik vast en zeker instellen. Maar dan moet ik even kijken hoe dat precies gaat werken. Want dat weet ik nog niet. Zo bekend ben ik nou ook nog niet weer met Twitch. Dus we zijn gewoon druk bezig met alles een beetje instellen. Dus nu zie je van de Gnomebot zie je net 2 berichtjes instellen. Daar is mijn man heel druk mee bezig geweest. En dat lijkt te werken. Dus dat is wel mooi. Oh, ik denk wat gebeurt er? Waarom val ik nu naar beneden? Och, ik vind dit heel naar. Oh. Nice. Hebben we ook gehad. Oké, top. Jazeker. Dus als het goed is, doet het ook als je uitroepteken Discord doet. Dan krijg je een linkje van de Discord. Als het goed is. Oh, nou kijk. Die heeft net... De man heeft net uitgeprobeerd en dat doet het ook. Dus top. Zo komen we stapje voor stapje steeds verder. Oh, hartje, die kunnen we wel gebruiken. Oh. Oh ja, dat kan niet. Ah, ik wist het. Ik wil die hebben. Serieus, al die moeite voor 1 muntje? Man! Oh. Ik denk dat hier wel een hartje in zit. Zie? Nou, een hartje voor een hartje. Auw! Yes! Made it. Met 1 hartje. Doesn't matter. We hebben hem. Ze is druk aan het optreden, maar ik kan gewoon met haar praten, want ja, ik ben Mario. Bedankt voor je hulp met het festival. Zonder jou was het ons nooit gelukt. Hier heb ik iets van ons om je... Even opnieuw. Even repeat. Hier heb ik iets van ons allemaal om te bedanken. Nice, we hebben de multimaan. Oh. Yes. We hebben hem hoor. Ja.
Het traditionele festival. Top. Zo. Ja! Ja! Zo. Nou, dat is dan gelijk een hele feestelijke... Wacht. Jamie heeft nog een vraag. Kan ik ook meedoen met Among Us Discord als ik op mijn telefoon speel? Jazeker. Als jij gewoon Discord op je telefoon hebt... het enige is wat ik heb begrepen is dat het muten dan wat lastiger is. Dus maar als je dan tijdens het spelletje gewoon stil bent en niet praat, zeg maar, dan is dat ook goed. Dus maar je kunt gewoon en de Discord geopend hebben, waardoor je gewoon met ons kan praten. En gewoon Among Us spelen. Dat is geen probleem. Dus. Of een headset kopen met een mute-knop. Zou je liever? Of een headset kopen met een mute-knop. Ja, of een headset kopen met een mute-knop. Dan is het probleem ook opgelost. nou, jullie zagen Mario ook al een beetje grapen. Ik ben zelf ook een beetje moe, dus ik ga de stream afsluiten. We hebben het in ieder geval feestelijk kunnen afsluiten met het festival. Nou, ik zou je zeggen, Jamie, ik had ook geen speelmaatje voor Among Us. Daarom zit ik dus in deze Discord. En ja, dat is gewoon hartstikke gezellig. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik wens jullie nog een hele fijne avond. Als je het nog niet hebt gedaan, druk nog even op de follow-knop. Als je hem terugkijkt op YouTube, abonneer dan nog gauw even op mijn kanaal. En ik wens jullie nog een hele fijne avond. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.